solista, da mitad tumba, mitad solito. Mijn eerste instrument dat ik had gespeeld is blokfluit. Daarna ging ik naar percussie, conga, drumset, timbal. Dan toen ik groter werd ging ik naar de piano. Toen ik mijn eigen band had, een band voor jongeren, dus van 14 en tussen 14 en 18 jaar. En we waren een van de populairste banden onder de jeugd, dus de jonge kinderen en zo. En ik was een pianist en ik was ook de zanger en de leader van die band. Ik schreef zelf mijn liedjes en ook arrangeer zelf de liedjes. In de Tumba Festival van vorig jaar, dus 2011, werd ik tweede plaats. En deze jaar ook, dus 2012, tweede plaats alweer. Dit is gewoon heel erg, ik ben gewoon heel erg trots op mezelf. Want het is niet makkelijk om zo op die niveau te houden in Tumba. Want de Tumba is gewoon de grootste competitie die we hebben hier op Brussel. Tussen muzikanten en banden en zangers. Voorbereidingen voor Tumba. Het is gewoon, om eerlijk te zijn, het is niet makkelijk. Want het is een grote, competitie, ja. En moet goed voorbereid zijn voor Tumba. Je moet gewoon goed zijn om naar de top te zijn. En ja, het is vorig jaar had ik de Tumba Tamang gezongen. Het werd heel populair in de laatste jaar. En nu, deze jaar had ik Atameki Tumba Mita geschreven, ook de tweede plaats gewonnen. Er zijn grote zangers, net zoals Hendrik de Wind, die vorig jaar hadden toen gewonnen met Zapato, deze jaar Amos. Dus voor mij het is gewoon een plezier tussen de grote zangers en schrijvers te zijn. En ik ben zo jong, alleen maar 22 jaar, dus voor mij het is een plezier om tussen die alle mensen toch de tweede plaats te bereiken. Voor volgend jaar ga ik zeker weer naar Tumba, want het is gewoon een cultuur, Europees festival in Tumba. Er komen mensen uit verschillende eilanden hier, Aruba, Bonaire, van Venezuela, komen mensen om samen mee te doen met Tumba. Voor de muzikus het is gewoon belangrijk om mee te doen met Tumba, want als die Tumba goed gaat, het is in het begin van het jaar. En geloof me, de rest van het jaar gaat gewoon helemaal goed, want het is goed begonnen, dus het gaat beter worden, beter en beter worden. Dus mijn grootste wil is om ready Tumba te worden. Dus ik denk dat ik ongeveer volgende jaar is genoeg tijd om voor mij om Tumba koning te worden.